Vitesse speelde vanmiddag een van de beste wedstrijden van dit seizoen. De club uit Arnhem speelde met 3-3 gelijk tegen PSV. We spraken na afloop met trainer Leonie Sloetski en Vitesse-keeper Remco Pasveer. Remco Pasveer, een geweldige wedstrijd. Ja, en toch maar een puntje. Maar jij was de uitblinker denk ik van het veld vandaag. Nou, dankjewel. Ik had geluk in de tweede helft dat ik veel ballen kon pakken. En dat we in ieder geval een puntje hier aan overhielden. Ja. Hoe voelt dat? Je hebt dus de tweede wedstrijd en vandaag tegen PSV. Dan weet je in ieder geval wel dat de mogelijkheid is dat je druk krijgt. Dat was uiteindelijk ook zo. Maar in ieder geval mezelf uiteindelijk wel blij met het niveau. Maar als je kijkt naar het resultaat, dan baal je natuurlijk wel omdat je 3 keer op voorsprong komt. Ja, een beetje zuur. 3-3. Hè? De overwinning zat erin met 3-2. Hè? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat een mooie kans was geweest voor ons om hier 3 punten te halen tegen PSV na 21 jaar. Maar er zat ook weer een raar VAR-moment in. Hè? Het blijft een beetje in het nadeel van Vitesse werken. Nou ja, ik denk niet alleen van Vitesse. Nee, maar over het algemeen. Hè? Er is moeilijk pijl op te trekken. Ja, daar ben ik het mee eens. Het is ook best wel irritant in het veld. Het wachten en nakijken. En de scheidsrechter zelf zegt ook van ja, je moet wachten op instructies. Ik denk van ja, jij bent de man die op het veld staat. Maar hij wacht op instructies of iemand die beeld kijkt. Weet je? Ik vind het een beetje een omgekeerde wereld. Ik snap het wel bij sommige situaties dat ze dingen terugkijken. Maar ik vind nu dat het een beetje de overhand krijgt. De wedstrijd was een mooie wedstrijd voor het publiek, hè? Nou, dat denk ik ook. Tenminste, het vloog wel redelijk heen en weer. Ik vond dat wij de eerste helft iets meer grip hadden en wat meer kans hadden. En de tweede helft, ja, PSV, omdat ze moeten drukken. En dan weet je dat ze komen. Ze hebben gewoon veel kwaliteit om te scoren. Het is niet voor niks de aanstaande kampioen misschien, hè? Ja, ze moeten nu weer in de achtervolging. Dus daar hebben we een stokje voor gestoken. Nu, maar aan de andere kant, we moeten nog naar Ajax uit, dus dan kunnen we ze weer teruggeven. Jullie houden de competitie wel spannend hierdoor. Ja, het is wel best wel gek als je niet bovenaan staat, maar toch de boel redelijk in de hand hebt om te kijken wie de kampioen wordt. Jij zei het al in een paar interviews, we gaan het een beetje in de war gooien. Klopt dat? Het kampioenschap bedoel je? Ja, natuurlijk. Dat wil je ook. Je wil, en uiteindelijk is het ook goed voor jezelf om punten te halen. Maar je wil elke wedstrijd winnen en dat was vandaag ook zo. It was an amazing game. Everything was top. Especially very difficult played against plus one serious player with a whistle who played today against us. And for me, this is a big surprise because we ask NVB, please don't use this referee because this is not first time. Crucial mistakes against us. It was first round against PSV, first round against Feyenoord. And this is again, for me, this is unbelievable. I am very angry about his level of and quality. I think maybe this is some personnel. you lost the game by the referee. Yes, but this is not question about lost or win. This is question for me, for example, because I watched first penalty. It was not penalty 100%. And he didn't watch this moment because he was absolutely sure this is 100% penalty. He's very selfish. He never smile. He never say hello, goodbye, never shake a hand. He's too selfish. All his decision, like final decision. And really, it's like all referee in Eredivisie, absolutely top level and very friendly, very open. But this is unbelievable. I never, for 10 months here, I never met players for like, it's like arrogant, like arrogant, like Guzu Buyuk. Yes, it's and automatically a lot of mistakes against us. And okay, this is not only we play draw, not only about referee mistakes, because we score second goal, third goal, but this is really very difficult when 3 matches, very big matches. This is not easy match, 2 matches against PSV, against Feyenoord away match, but this is unbelievable level, unbelievable. And nothing changed. I think maybe he has a personal problems with me, I don't know, but looks like personal relationship.